Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. In je zwembroek aan het strand, tot je lekker bent verbrand. Waar je witte kleur bent, waar de zon er altijd schijnt. Oh. Goedemorgen, dames en heren. Voel je dat ik... Ja, hoor. Ja. Miep en Derro. Hey, ik ben gewoon nog dronken, weet je wel. Vertel het eens, Mees. Hoe voel jij je? Goed. Ja, omdat ik nog lam ben. Maar over een uurtje echt fucked up waarschijnlijk. De man met de hamer komt straks nog wel. Ja. Als de middag begint op te komen. Wie roesten? Nee. Ik heb zo'n leuk filmpje. Nou, een leuk filmpje. Ik heb een filmpje. We hadden het toch over die cactus? Ja. Ik heb een filmpje. Ja, dat kan echt niet. Ik heb een filmpje gekregen dat een vrouw. Nee, ja. Mag ik hem zien? Ja, ik moet even kijken wat de telefoon is dan. Als je ooit een keer superleuk wil uitgaan, zijn er al een paar dagen in Baleet. Ja. Geweldig. Alle kijkers die we zijn tegengekomen, boys, het was goud. Bedankt voor alle drankjes. Eigenlijk neem ik dat nooit meer aan, omdat ik ooit een keer op een vakantie te Schelling gedrogeerd ben. Dat is een verhaal voor later. Mees, nee, doe normaal. Dit stuurt een kijker, bro. Dit stuurt ik. De kaart is van de vakantie. Oh, wat erg. Nee, dit is verschrikkelijk. Waarom zijn er mensen die dit doen? Ik snap dat nooit. Hoe kan je op dit punt komen? Om heel eerlijk te zijn, ik had eigenlijk niet zoveel zin om uit te gaan, omdat ik nog best wel verrot was van de andere dagen. Maar het was zo leuk. En we hebben de hele avond gek lopen doen in die club. Hoe heette die club? Mia. Mia. Als je, het was zo echt een zieke aanrader. Oké, even serieus, dames en heren. Als je oprecht naar een stad wil, in het buitenland Valencia. Het is geen grap, het is zo leuk hier. Ja, het is superleuk. Hele leuke stad. Supermooie architectuur. Lekker eten, lieve mensen. En het uitgaansleven is leuk. Alles is leuk aan deze stad. Ik vind het echt een van de leukste steden waar ik ooit geweest ben. Ik dus ook. Ik staat echt in mijn top 3, denk ik. Ik heb daar papa nog over geappt. Ja, het is zo superleuk. En al die positiviteit. Ik word er helemaal blij van, jongen. Zo gezellig was het. Ja. In Spanje schijnt altijd de zon. Het is wel bewolkt. We hebben wel weer echt lijp goede verhaal. Anekdote is genoeg weer. Kijk, dames en heren, moet je kijken. Ja, zo zie je het nummer niet. Good job, mate. Ik heb niks gedaan, hè. Ze heeft het pees te gek doen. Weet je wel. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. En hoe voelen jullie je nou? Nou, ik voel me echt verbazingwekkend goed. Ja. Nou, dat is fantastisch. Spanje. Maar hij wat minder, denk ik. Ligt met een paracetamol op zijn borst. Ja, maar wat gaan we vandaag doen? Geen idee. Nou, ik heb echt een gigantische blaar op mijn voet. Ja. Oh, dat is een goeie, ja. Een dikke jap. Ja, daar heb ik echt helemaal doorheen gelopen gisteren. Maar ik loop er vandaag ook weer doorheen. Ach ja, soms moet je even op de blaren zitten of erop lopen. Hé, wij gaan even ontbijt halen. Dankjewel. Hey, trouwens. Nee, dit hoeft niet te vlommen, weet ik maar. We kunnen wel naar het oude centrum of zo, weet je, cultuur. Valt genoeg te doen in ieder geval. Jij hebt dus naar Sam ook een foto gestuurd. Dat klopt. Spelen. Dol ging ook spelen, of niet? Hij stuurde een foto. Heb je gespeeld? Vieze Rick. Oh, dat is... What happens in Valencia stays there. Ik mag het hopen voor je. Bij jou mag ik het herhopen. Ik heb honger. Weet je wat ik ook gewoon echt heel mooi vond aan Valencia, zeg maar, dat er gewoon zo'n positieve vibe is. De mensen zijn fucking aardig. Ja. Maar echt fucking aardig. Je kan letterlijk gewoon gaan kotsen in een taxi. Nah. En die guy is nog steeds aardig tegen je. En je loopt... Omdat we aangaven dat iemand de taxi uit moest namelijk. Ja, dat kon hij waarderen. Dat kon hij gewoon waarderen. Dat was gewoon helemaal oké. Okay. Ja, je kotst me. Maar moest je uit de taxi kotsen. Katsen. Je was op tijd. Hij was op tijd. Iedereen is gewoon ziek aardig. Dat is maar... echt waar. Ja. We got some breakfast. Stuur! Nee, eindje. Godver. Als je nog één keer... Ik heb het nog nooit op. Popeyes, dat heb je helemaal niet in Nederland. Zo. Het is er maar eentje die is geknapt hoor. Deep fried. Chicken. Ik heb dit nog
Het is echt... Bro. Het kan niet. Dit... Bro, dit ben jij. Dit bestaat niet. Dit is niet... Bro. Het lijkt niet op jou. Zo. Het lijkt niet op Mees. Dit is Mees. Dit is Mees. Moet je kijken, moet je kijken. Dit is Mees, bro. Dit is niet iemand... Welke artiest is dit? Subsonics Ars Longa. Bro, ik ga googlen erop. Wow. Maar dit is... Dit is Mees. Zelfs de oren kloppen. De neus, de mond, de houding van de mond. Je hebt ook een klein beetje. Maar zelfs de oren kloppen. De oren. En die wink, alles klopt. En die afstanden. Ook, het universum is zo fucking raar, jongen. We moeten eigenlijk deze plaat weer zien te bemachtigen. Ja, waar was dit? In Espanol gewoon. In Valencia. Ja, locatie. Waar zie je dat? Wow, dit vind ik een van de allergrappigste dingen. Laura zit natuurlijk niet in ons appartement. Die woont een stukje verderop, dus die komt binnenlopen en die laat dat zien. Nou, ik ga dood. Ik ga bijna dood. Ik kreeg geen lust. Gestuurd. Dit is zo'n oudere snap, dus ik wist het al. We hebben gewoon vergeten. Ja. Maar jij, oh. Het is niet net gebeurd. Oh, ik dacht dat je net een platenwinkel inliep. Nee, maar dat is maand geleden. Nou, het blijft alsnog net zo goud. Ja, jongen, maar waar kan je dat zien? Waar dat locatie is? Zout. Die moet jullie aanschaffen. Mees, die moet je kopen. Zout? Maar ik wil eerst even zoeken op de naam van die artiest. Of die ook echt op Mees lijkt. Wacht, hoe heet die nou? Subsonics Ars Longa. Maar dit kan ook niet. Dit is Mees, zeg maar. Dit kan niet iemand anders zijn. Nee, dit is Mees. Maar is het zout van mij afgestampt? Dat kan best. Dat zou best kunnen. Je vader heeft flink wat uitgelegd. Ja. Nou, dit lijkt nog meer op Mees. Ja. Wat? Dit is echt. Oh my god. Dit is dood, hé. Kan dit? Wat? Maat, je bent dat gewoon. Maar hoe oud is dit? Hoe oud is dit? Oh, wat ziek. Ik vind dit zo grappig. Maar het is gewoon eng. Ik ben het echt. Ik moet de camera even neerzetten. Oh, ik vind dit zo grappig. Maar dat is ook lauw. Dat is precies een van de allerbeste dingen van dit is die guy. Dit is de artiest. Nee, bro. Nee, hoor. Je wilt toch, Ars Longa? Jij lijkt er veel meer op. Ben je gewoon hier in reïncarnatie? We moeten naar de plaatszaak, man. Ja. Dit vind jij mooi, hè? Vind ik dit mooi? Hier kan niks tegen op. Dit soort dingen is het allergrappigste wat er is. Nee, dit is het nummer Ars Longa. Het electro-achtige. Nou, daar hou jij niet per se van. Nee. Gast, maar we moeten die fucking artiest vinden en een foto naar hem sturen. Ja, maar Subsonics moeten we dan op zoek, want Ars Longa is het nummer. Oh, dit is hem dan. Nou, lul op. Jij ziet, Nee. Bro, jij lijkt er gewoon meer op dan hij. Hier is de enige foto, dames en heren, die je kan vinden. Hier, als je scrolt. Waarvan je zegt, nou, daar lijkt hij misschien een beetje op, maar... Dit is het ook nog niet echt. Jij bent het. You are him, je weet je wel. Maar hoe? Nou, ik word helemaal paard. Dit is zo hilarisch. Ik heb nog nooit zo'n erge lookalike gezien. Gewoon, dit is nog heftiger dan een twee-eigen... Dit is nog heftiger dan een tweeling. Dit is Mees. Dit is niet dat het lijkt op Mees. Dit is Mees. Ik heb nog nooit... Ja, ik zie aan je gezicht dat je een beetje... Ik heb er toen in de heen niet zo heel erg maar stilgestaan toen Laurens het stuurde. Ik ook niet. Maar het is echt ziek eigenlijk. Jullie willen al zeggen dat je dit een maand weet en jullie mij niks hebben verteld? Bro, besef, ik loop door een platenzaak. En dan is het ook eens. Dit is ook mooi. Maar dat je ook precies die plaat ziet. Ja. In Valencia! Ik heb weer tegengekomen. Hoe kan dat, joh? In Valencia! Loop je... Wie de fuck loopt ook een platenzaak binnen? Ja, muziek luisteren. Nou, ik ook, want ik heb een plaat. Plaatjes draaien. Ja. Dat is hartstikke leuk. Gast, we moeten naar die... We moeten die plaat vinden. Ja, weet je nog welke winkel het is? Nee. Kut. Maar ik kan er wel achterkomen. Maat, we gaan jou onder hypnose brengen bij een of andere Pipo. Want dit moet, je moet er wel achterkomen. Ja, nee, dat komt goed. Ik heb er drie in gedachten. Ja, we gaan ze gewoon langs. Ja, is goed. We gaan gewoon op pad. Ik hoop dat hij er... Hij hing aan de muur. Maar het is wel zondag. Alles dicht. Ja. Nee, bro. Jawel. Nee, ze is wel een wereldstad. Jawel? Zondag is alles dicht hier. Ah, kut. Als je kan beschrijven waarvoor je moet leven, zijn het dit soort momenten. Ik zweer het je. Hier kan niks tegenop. Dit is zo fucking goed.
Maar je bent een beetje, ik zie het aan je gezicht, een beetje verbaasd. Ik vind het heel raar. Ja, ik zie het aan je gezicht, je vindt het heel raar of zo inderdaad. Oh, dat is toch een tanto raar? Hij lijkt, het is mij. Hij lijkt niet op mij. Het is mij. Ja, dit ben ik. Snap je? Normaal lijkt bijvoorbeeld die dubbelgang van jou, lijkt op jou. Maar dit ben ik. Snap je? Dat is het rare. Hij lijkt niet op mij. En uit welk jaar komt het? Dat zat er ook nergens bij staan. Bro, die plaat die moeten we vinden. Ja, we gaan. Nou, en als we hem vinden, dan ga ik helemaal aan mijn plaat. Ja. Mensen hebben het gevonden, dat komt uit 2003. Bro, toen was ik 1. Hoe kan dit? Maar weet je wat ook grappig is? De grootte qua hoofd klopt ook zelfs. Heb je daar al bij stilgestaan? De perfecte, hetzelfde ronding. Wat is... Maar hoe kan het? Het komt uit 2003. Zelf, kijk, pak hem nog een keer erbij. Ik ben helemaal zelfs de ronding is 1 op 1. De vorm van het hoofd. Alles is 1 op 1. Zelfs die haargrens aan de zijkant. Die wallen ook. Moet je kijken, joh. Het is insane dit. Nee, kom eens dit nog eens. Kijk je dat? Ik, zie je dat zo? Ik heb dit nog nooit. Mees, kijk eens hetzelfde als hem. Mag ik ook kijken? Dat is vloer. Nee, ik zie het even in mijn familie heb. Beetje het mondje zo, beetje dit zo. Deze is omhoog. Deze is omhoog. Ja, deze is omhoog. Nee, gewoon je mond normaal houden, maar dit lipje omhoog. Dat kan ik niet. Oh. Ja, kijk, als jou lacht, kijk als die lacht zit zo. Dat is. Nou, maat. Wat een fout. Ik heb dit nog nooit. En weet je wat zo mooi is? Als ik of Laurens het nou is, dan is het grappig. Maar omdat het Mees is, is het hilarisch. Oh, we houden toch van jou op. Bro, ook gewoon omdat wij het wedden gehad dat we een kalender gaan maken van Mees' hoofd. Ja, dat weet jij nog niet eens. Oh, dat weet je nog niet eens. Laurens en ik zijn gisteravond tegen elkaar. We zaten gewoon naar jou te kijken met uitgaan. Toen ging gewoon stuk om je hoofd. Gewoon omdat je zo'n goud hoofd hebt. Omdat we je zo grappig vinden. En we zeiden, we gaan gewoon een plakboek maken vol met foto's van je hoofd die we hebben. Of een kalender of zo. Ja, bro. Voor elke dag een nieuw hoofd. Nou, dan ga ik elke dag ga ik dat boek gewoon doorscrollen. Bladeren bedoel ik, scrollen. Gewoon, maar dit is zo apart. Het is 1 op 1. Het is niet, ik lijk er niet op. Ik ben het. Oh, zo raar. Oh, gast. Ik denk als ik dit 10 jaar lang elke dag opnieuw bekijk, die foto, dat ik elke keer stukken ga. Laurens, kan je hem eens naar mij appen, die foto? Ja, man. Bro, die ga ik gewoon 100 keer per dag bekijken de aankomende 2 jaar. God. Oh, wat hilarisch. Dit is best ooit. Hoe kunnen jullie er niet zo stuk om zijn gegaan in het begin? Ik weet het, maar ik was alleen, hè, bro. Hoe kan dit? Ja, maar dan stuur je toch door. Ik zou Mees gelijk bellen, FaceTime, alles. Ik vlieg gelijk terug naar huis als ik jou was. Maar ik besefte het niet dat Mees het echt was, zeg maar. Ik dacht, het lijkt gewoon op. Ja, maar als je nu naar de details kijkt. Het enige wat nu anders is me opgevallen na echt heel veel bekijken. Is dat Mees zijn mond, het staat al een beetje scheef, maar de andere kant op. Dat is het enige andere detail. Oh, Mees hou ik toch van jou, jongens. Fucking goed, dit is zo... Sorry als we ons herhalen, maar jongens, dit is serieus bizar gewoon. Dat dit bestaat. We wilden eigenlijk een Segway tour doen door de stad. Maar we gaan 3 platenwinkels langs. We gaan hier onze dag, dit was onze dagbesteding. Maar stel je voor, we kunnen hem niet kopen. Ja, dan stelen we hem. Nou, maat, ik kan het niet over. De vorm van het hoofd, de wenkbrauw, alles is perfect. Ik kan het niet over. Gaan we deze plaat namaken dat we een helm kopen? Ja, is goed. Weet je wat meisje moeder zegt? Weet je zeker dat jij het niet bent? Nee, mama zei, hoe komt jouw foto daar? Ja, wie zou hier nog meer heel stuk om gaan? Roy. Ja, dat klopt, Roy. En ik denk, mijn vader kan je op. Mijn ouders vinden dit zo goed. App het naar mijn moeder. Kijk als, wat ze zeggen. Roy, als je dit ziet, film je reactie. Okke zou pissen in zijn broek. Ja. En ik, als je dit... Maar Okke gaan we het laten zien in het echt. Ja, Okke kijkt niet zo vaak de vlogs. Dus mijn ouders kijken die elke dag en zo. En Roy kijkt ook heel vaak. Dus die gaan dit zien voordat we in Nederland zijn. Maar Okke... Laten we hopen dat Okke niet deze vlog kijkt. En je moeder gaat zo'n spraakmemo sturen. Ja. Wat? Ik ga mijn vlog af editen, jongens. Gaan we de deur uit. Ja. Dit is de beste dag van mijn leven. Ow. Hoezo? Hoezo is het ook zo grappig dat ik het ben?
I don't wanna take you more. Mijn man heeft gereageerd. Wat leuk, Mees. Wat gaaf gedaan. Je hoofd past er precies goed in. Ze snapt het niet. Wat? Doe ze terugspoelen? Ze denkt dat ik echt ben. Wat leuk, Mees. Wat gaaf gedaan. Je hoofd past er precies goed in. Manon, dit ben ik niet. Ja, ik ben het wel, maar dit is Laurens gevonden in een platenwinkel in Valencia. Dus dit bestaat al. Ja, ik ben het wel, zeg ik. Lachen als ik echt stil. Ja, dat is wel Wat leuk, Mees. Wat gaan we gedaan? Je hoofd past er precies goed in die helm. Cool. Ja, hoofd past precies in die helm. Ja, zullen we Roy facetimen? Zullen we Roy facetimen? Ja, zullen we Roy facetimen? Kijk of hij opneemt. Dat zou ons nooit overkomen. Het zou alleen Mees. Ja, man, dat is echt zo. Hij heeft altijd de raarste vrouw. Ja, maar doet hij ook zo'n... Wat heeft hij? Zo'n heel bijzonder gezicht. Ja. Oh, Roy, neem het op. Bel jij hem. Roy, dit moet je zien. Je moet Roy... Laat van al die platenwinkels dicht. 5 uur. Oeh, dan hebben we nog een tijd. Wacht, zit ik wel goed te kijken, wacht. Ja, hier, ja. Nee, je zit op Amsterdam te kijken, platenwinkels, idioot. Regio Amsterdam, Amsterdam-West, die wordt aan. Ik weet het, meen je niet. Oh mijn god. Ik kijk wel even. Zit die op? Wat een idioot. Ze zijn wel dicht, kids. Oh. Nee. Oh mijn god, sorry. Maakt niet uit, maat. Wat jammer. Morgen dan. Dan gaan jullie weg. Vroeg. En dan moet ik hem kopen. Ja, we gaan morgen heel veel vliegen al morgenochtend. Ik koop hem wel dan. Maat, als jij hem koopt... Weet je wat, mijn zussig? Zie je wel dat je geannoteerd bent? What the fuck? Ik ben helemaal euforisch. Jongen. Ik heb een hele gloed over me van geluk. Heel gek. Dat is ook weer typisch mee, zeg. Dat hij zoekt op de plaatswinkels Amsterdam. Zou ik als profielfoto doen? Van WhatsApp en kijken of mensen dat willen. Als ze er meerdere verkopen, kan je dan ook alsjeblieft een van mij meenemen. Alsjeblieft. Ik hang hem oprecht in mijn kamer op of zo. Iets. Serieus. Je kijkt gewoon elke dag kijken. Door. Gast, elke dag kan mijn dag niet kapot dan. Ik weet niet waarom ik dit zo leuk vind. In je studio. Weet je waar ik hem in doe? In mijn airco. Ja! Je hebt zo'n schilder aan je airco toch? Oh ja, tuurlijk. En bij de keuken. Ja. Daar past hij perfect in. Oh. Zou ik hem kunnen aanklagen voor portretrechten? Oh,
breekt mijn auto. Oh, ik kan je niet aankijken. Dit is echt. Oh, ik heb maagzuur. Ja, van gisteren. Oh mijn god. In die achtergrond. Help me, kijk. Oh, hoe erg van mij zou als ik op mijn achtergrond ga in een pitbull. Maat, ik maak geen grap dat dit misschien wel een van de beste dagen uit mijn leven had geweest. Dit is het al, dit staat sowieso in mijn top 3. Maar als we ook nog die platenspeler hadden, of nou, ja, platenspeler erbij hadden. Als we ook die plaat nog hadden kunnen kopen, als die nog hadden kunnen kopen, dan was het de beste dag van mijn leven. Geen grap. Ik weet niet waarom. We kunnen gewoon wel kijken. Fuck it. Gaat toch. We moeten toch wel even de stad in, ja. Maar het wordt al gewoon donker over een uur, omdat we hier de hele dag al brak zitten. En die zit ik eeuwig te doen over mijn vlog editen. Oh. En jullie zitten allemaal met TikTok en een borstje noodles. Oh, mees, ik hou van jou, gast. Oh, god. Mijn moeder heeft gereageerd. Nee, joh, mees. Ik zat net al te denken, hè? Waarom kies je voor deze plaat? Wat voor muziek is het? We gaan het googelen. Maar you look a lot like this man on the picture, bro. Oh, you look like a lot on this picture, bro. Oh, ik zweet me helemaal de peper. Ik ben echt zo euforisch. Ik heb het gelijk op mijn laptop gezet om deze beelden te secure. Angie en Marino. Yes. Jullie kunnen me niet vertellen dat jullie dit ook echt niet hilarisch vinden, toch? Ja, wel, dit is wel echt zo bizar. Richie, red hour. Ik heb nog nooit zo hard gelachen in mijn leven niet. Vooral van binnen, het gevoel wat ik gewoon heb. Ja, nog steeds, hè? Ik ga de hele tijd opnieuw gewoon. Ik denk aan dat plaatje en ik ga weer gewoon helemaal kapot gewoon. Wat is je achtergrond? Ja, nee. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik moet even helemaal bijkomen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, moet doen. Ik koop eventjes. Stel eventjes een ruimte, hè. Oké, Roy. Nee, is ons aan het terug. Roy! Roy! Ja? Mees gaat jou een foto sturen. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Wacht, ik stuur hem wel. Mag het zijn dat jullie zo graag mij willen facetimen? Had je hem gestuurd, Lau? Nee, nog niet. Zal ik hem sturen, ja? Wacht, ik ben Roy? Wacht, ik ben ja, Laurens liep een platenwinkel in en die heeft een foto gemaakt van een plaat. Gewoon van zo'n vinylplaat, weet je wel? Ja, ja, ja. En ze liet het aan mij zien en het enige wat ik zeg, de plaat komt uit 2003. Maat, ik heb nog nooit zo hard gelachen in mijn hele leven. En misschien hypen we het nu te veel op, waardoor jij het niet grappig vindt. Maar je gaat het alsnog fattoe vinden, dat kan gewoon niet anders. Hij lijkt op iemand of zo, plaat. Kijk, 2003 komt die plaat uit. Daar heb je hem. Nee! Maat, is het dit? Er lijkt er niet op, het is Mees. Mees. Ja? Hoe kan dit? Dit is Mees gewoon. Maar gewoon helemaal 1 op 1, hè? Gewoon ook echt hoe je kijkt. 1 op 1. Wenkbrauwen, die grote oren van je. Dus... Ja. En weet je, waar we zo hard om stuk gingen, wat ik zei, ik zat er dus gewoon even over te lachen. Dus ik zeg, ik ga hem aanklagen voor, zou ik hem kunnen aanklagen voor portretrechten? Ja. Dat blauw is dan nog opvalt. Dat vast van maat. We zitten hier met echt een zieke kater zo stuk te gaan om dit maat. Ja, dit is... Ik moest het delen met je. Kijken, wij moesten het delen met je. Deze moet jullie kopen. Ga gewoon terug in die videowinkel. Koop deze, joh. Ja, dat gaan we proberen. Nee. Ja. Ja, goed, hè? Ik was één jaar. Roy begint de motor te krijgen. Roy begint de motor te krijgen. Ik had dit nog niet eens. Ik was één. Hoe ik krijg ook geen lucht meer.
Hij komt elke keer niet meer van. Echt, kan dit, Mees? Hé, hey, Roy, zelfs zijn mond die scheef staat. Ja, sorry. Oh, god. Mijn hoofd ontploft. Roy, je hebt nu nog erachteraan. Ik ga nog steeds stuk, gaan. Maar dit is, als je het ziet, dan denk je, oh, de details. Oké, okay. Wie kan de artiest vinden? De artiest moeten we gewoon gaan DM'en of gaan mailen. We kunnen het niet vinden. Het moet goed komen. Misschien dat een van jullie, je hebt van die gekken ertussen zitten, alles kunnen vinden. Als er één zo gek tussen zit, alsjeblieft help ons. Want hij is dus ook gesigneerd. Kijk, er is van alles op gesigneerd en gedaan. Dit is SoundSonics. SoundSonic. We gaan even lekker ergens choppen. En onderweg komen we de winkel tegen. De Lauwers heeft het gevonden. Zijn we er? Waar is het? Is dit hem? Ja. Dit is hem. Is die, misschien kunnen we naar binnen gluren en zien we hem. We zijn al van die luiken. Bellen we hem daar. Ja? We gaan niet die mensen op zondag bellen. Ja, misschien. Toch? Heb je nog veel gelovigen hier? Dat kan toch niet? Misschien wordt hij wel boven. We kunnen vragen waar de zaak open gehoord. En dan kunnen we die plaat kopen. Ja? Kan dat gewoon? Misschien woont hij wel hierboven. Ben ik te zeikerig? Gevoel dat niet kan ofzo? Maar je moet gewoon zeggen van er is een plaat. Je moet even een bluffverhaal gooien, weet je wel. Van er is een plaat van mij vroeger. Een paar jaar geleden, jaren terug. We mogen naar huis gaan. Ik kan hem sowieso kopen voor je. Als die maar niet verkocht is, joh. Ja, de vragen staat vrij. Maar straks voelt hij zich. Ik denk gewoon dat hij hierboven woont ook, of voor mijn gevoel. Zoals heeft hij het gevoel dat hij het moet doen, weet je. Ja, nou, we betalen toch? Ja, dat is waar. Ja? Zo dat hij opneemt? Ja, ik ook eigenlijk wel, hoor. Maar het is waarschijnlijk een vaste lijn die hier binnen zit. Nee? Nee, helaas. Nou, maat, wel echt fantastisch dat je het gaat regelen voor ons. We kopen zoveel mogelijk. Maar wat nou als hij niet verkocht wordt? Maar is er maar één ding. Ja, dan moet Lauwers mij gaan bellen. Want dan zijn wij in Nederland en dan gaan we even flink onderhandelen. Maar ik spaar straks in de landbouw. Ik rij hem nog bijna in. Weet je dat ik oprecht Nee, dat gaat te ver. Zeg maar, wat wil je zeggen? Nee, ik zou letterlijk mijn Lambo wegdoen, niet aan hem, maar om deze plaat te hebben. Ik koppel hier zoveel meer aan. Dit is zo'n diepe herinnering, dit. Stel je voor, je zegt een ton. Ja, ik denk dat het gewoon normaal op prijs verkoopt. Dat zou gewoon dom zijn. Kijk, als je multimiljonair bent. En Don, als je er nou gewoon eentje heeft liggen, gewoon die gesigneerde, maar... Dat is ook goed. Dat is ook goed. De gesigneerde is nog gouder. Want ja, dat ja. Maar die zou ook oké zijn. Ja, die zou ook oké zijn. Worden we opeens, krijgen we opeens een berichtje van Antonin Barré. Van ja, ik heb hier nog eentje, ik stuur hem op, ik teken hem. Ja. Van die zanger. Ja. Zo heet hij, ja. Maar joh, dat komt morgen wel. Laten we lekker gaan eten, want we rammelen allemaal. Yes. Ik vind het wel kut. Ja, maar dat komt goed. En anders bestellen we hem online. We komen sowieso aan een plaat. Maar het leukste is als je uit deze winkel komt waar het ontstaan is. Gezellig tentje hier. Ik heb het voor mij. Ik heb het nooit geweten. Maar je voelt het niet. Ja, waar? Lauwers kent hij alle goede plekjes, jongen. Wow. Smullen. Zo, we zijn weer terug thuis. Lauwers is lekker naar zijn appartementje. Antje en Marijn liggen op bed. Mees liggen al op bed. Ik ga hem nu joinen. Een metertje hoger. Gast, wat een goede dag vandaag. Terwijl we geen hol hebben uitgevoerd. Heel goed. Maar het was legendarisch. Top. Ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat jij het niet bent. Dat je één was. En dat zelfs de dikte, alles klopt, je haargrens naar het ik. Het is ook niet bijvoorbeeld wat we hadden net nog over. Het is niet de zwaardere ik of de jongere ik. Nee, het is ook, je bent precies nu op dit gewicht. Je lijkt er niet 30 of 18 en je lijkt er nu gewoon je leeftijd 20. Ik kan er gewoon niet over uit. Het is gewoon te krankzinnig. Dit is voor mij een van mijn meest memorabele vlogs, denk ik. En nog belangrijker, een van de meest memorabele dagen uit mijn leven. Dit soort dingen, daar kan niks tegen op. Hier hecht ik het meeste waarde aan dit soort momenten dan alles. Oh, zo, we gaan lekker dag aan. Morgen moeten we om 6:30 eruit. Nu heb ik mijn wekkertje gezet. 6:15 kan ik nog even lekker douchen. Dan gaan we terugvliegen. Ik vlieg helaas alleen, omdat ik later geboekt had dan de rest. Ik heb ook verkeerd geboekt. Nee, die andere vlucht was klaro. Mm. Dus, maar ja, maakt niet uit. Ook lekker prima. Ik denk dat ik gewoon ga lekker gaan pitten in het vliegtuig. Of lekker ga editen op mijn laptop. Zien we morgen allemaal weer. Hele goede dag was dit. En ja, als we terug zijn in Nederland... Dan zijn we maar heel kort in Nederland. Want dan gaan we alweer door naar Frankrijk voor een heel vet
item. Ook weer een hele unieke ervaring. Dus dat wordt ook weer helemaal goud. Dus wees er morgen weer bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dit was echt een geweldige dag. Later, toppers. Maar die Snapchat vind ik leuker, omdat echt die plaat met kleur is.